hier vind je de brief van twee kanten die ik geschreven heb. De brief is dus meer dan 70 jaar oud en mijn handtekening is nog precies gelijk aan de Hij is dus echt. Alsjeblieft. Ik hoop dat hij een mooi plaatje krijgt. Ik zeg dat wel. Op 1 november 2005 riep Kofi Annan, toenmalig secretaris-generaal van de Verenigde Naties, de bevrijdingsdatum van Auschwitz, 27 januari 1945, uit tot een herdenkingsdag, de Holocaust Memorial Day. Nederland vindt die Holocaust Memorial Day ieder jaar plaats de laatste zondag in januari. Wereldwijd worden op Holocaust Memorial Day de slachtoffers herdacht van de Holocaust en andere situaties waarbij sprake was van genocide. Botja, Rwanda, Srebrenica en Darfur. Veel te veel van de doden die worden herdacht vandaag zijn niet gevallen in de strijd tegen de vijand of omgekomen bij oorlogshandelingen en bombardementen, maar zijn gewoon vermoord om wie zij waren. Jood, psychiatrische patiënt, verstandelijk gehandicapte, zigeun. Dit maakt dat vandaag ook stilgestaan wordt bij de slachtoffers van misdaden tegen de menselijkheid. En het is goed dat dat vandaag gebeurt hier in Amstelveen. Vandaag gaat het om de slachtoffers van concentratiekamp Sobibor. Hier in ons raadhuis in Amstelveen. Met de tentoonstelling Post uit de Vergetelheid. Samengesteld met heel veel liefde en zorg door de stichting Sobibor. Een stichting die ooit opgericht is door Jules Schelvis. Prominent Nederlander en Amstelvener en befaamd senior citizen. Vandaag hier gelukkig ook aanwezig. De tentoonstelling schetst aan de hand van authentieke brieven en kaarten de geschiedenis van de Joodse ghettos en nazi-kampen in de Tweede Wereldoorlog. Ook wordt met poststukken de nazi-propaganda belicht. Een brief uit Radom. Mijn brief uit Radom, die gelukkig bewaard is gebleven, valt te schikken onder de naam van de tentoonstelling Post uit de Vergetelheid. Radom, wie weet waar die plaats precies ligt? De stad ligt in Centraal Polen, 100 kilometer ten zuiden van Warschau. Polen werd in die tijd het generaal-gouvernement genoemd. Zo heb ik het ook op het afzendadres vermeld. Het is dus de plaats waar ik deze brief gepost heb, maar ik kom daar nader op terug. Voordat ik aan de brief zelf toekom, zal ik u eerst vertellen hoe ik in de Tweede Wereldoorlog in 1943 in Radom terecht was gekomen. Mijn verhaal begon op 26 mei 1943, toen ik met mijn vrouw, ze heette Rachel Bosikowski, dochter van Pools-Joodse ouders, haar huisgenoten en meer dan 3000 andere Joden tijdens de grote centrumrazzia op 26 mei 1943 in Amsterdam werden gearresteerd. Ik kwam in het doorgangskamp Westerbork terecht, waar wij en die 3000 anderen werden gevangen gezet. 6 dagen later, het was 1 juni 1943, werden wij in veewagens naar Oost-Polen gevoerd, naar een kamp met de naam SS Sonderlager Sobibor. We hadden geen idee wat een Sonderlager was.
Het bleek, zoals wij enige tijd later aan de weet kwamen, geen werkkamp, maar een vernietigingskamp te zijn. Als door een wonder werd ik met nog 80 andere jonge mannen in Sobibor uitgekozen om niet daar te werken, maar in het 100 kilometer verderop gelegen turfkamp Dorohutsja. De Poolse Joden die daar werkten, wisten vrij zeker wat er in Sobibor plaatsvond. Vernietiging van Joden door gasverstikking. In totaal waren het er 170.000 gekomen vanuit alle windstreken van Europa. Ik had het geluk dat ik na 2 weken turfsteken in een kamp in Lublin terecht kwam, samen met een groep zetters en rukkers die ook in Dorohutsja was. Het toeval wilde dat ik ook in Amsterdam mijn rukkersopleiding had gehad. Na 14 dagen belandde de groep in de stad Radom, dat een jaar eerder nog ongeveer 40.000 Joden telde. Toen ik er kwam, was het ghetto verkleind tot 4 straten met ongeveer 5.000 Poolse Joden. Het ghetto werd nog bestuurd door een soort van Joodse raad. Na enige tijd kwamen delen van drukpersen van Warschau in Radom aan en werd in een leegstaand gebouw een drukkerij opgericht. Ik heb nog een foto gevonden van die drukkerij, althans de plaats waar die ooit heeft plaatsgevonden. En dat is de foto in 1987 genomen. Ik kan hem laten circuleren als u dat prijs opstelt. Ik sta er zelf ook op toen ik daar in Radom een bezoek bracht. Vertaald uit het Nederlands lees ik voor wat ik toen schreef. Op de voorzijde: familie Istros, Nieuwe Prinsengracht 37, Amsterdam, Holland. Aan de achterzijde: J. Borsikowski, Wallowa 13, Radom, generaal-gouvernement. Die brief heeft wel een censuurstempel, maar is ongeopend in Amsterdam ontvangen. Radom, juli 1943. Lieve Annie, Is en Karel. Misschien kunnen jullie je voorstellen dat ik een beetje boos ben, omdat ik nog steeds niets van jullie heb gehoord. Een antwoord op mijn vorige brief heb ik ook nog niet gehad. Hier in Radom is alles hetzelfde gebleven. Het gaat mij nog steeds goed. Ik ben heel nieuwsgierig hoe het met Ab, Hella, Herman, Rachel en hun ouders gaat. Ook van hen heb ik al lange tijd niets gehoord. Is er misschien wat met ze gebeurd? Ik hoop er het beste van. Jullie weten waarschijnlijk dat ik in mijn eigen vak werk. Ik verheug mij daarop. Jullie hoeven niet te schrijven omdat ik denkelijk met verlof ga. Toevallig zijn hier ook nog 2 mensen uit onze stad. Lieve mensen, gegroet en gekust door je neef. Als jullie de familie Schelvis spreken, geef ze dan de groeten. Ook voor Jan en Truus in Den Haag. Veel tijd heb ik niet. Ik eindig deze brief. Nogmaals de groeten van Jules. Ik wilde thuis laten weten dat ik nog in leven was. Papier en enveloppen lagen voor het grijpen in die drukkerij. Maar hoe kreeg je ongemerkt een brief in de bus? Het was in de kolonne marcherende groep verboden het smalle trottoir te betreden.
Daarbij kwam nog dat ik niet wist of brieven voor het buitenland op een postkantoor moesten worden afgegeven. De kans was groot dat dergelijke brieven meteen in de prullenmand van de censor terechtkwamen. Toch wilde ik een poging wagen. Eén vereiste was dat op de envelop de naam en het adres van de afzender moest staan en uiteraard geen van de straatnamen uit het ghetto. Ik besloot als afzender J. Bosikowski te zetten. Dat was dus de naam van mijn schoonouders en van mijn vrouw Rachel, die niet specifiek Joods klonk. De straatnaam was gemakkelijk te vinden. Ik koos de Wallowa, de brede straat die aan het ghetto grenste. Ik heb hem hier uitgeprint en daar kunt u straks zien. Dat groene, dat is het kleine ghetto waar ik in terecht was gekomen. En hier ziet u die straat die ik net noemde, Wallowa. We keken dus, als we zin hadden, vanuit het kamp die richting van de stad in. En daar zagen we dus permanent, we moesten er elke dag doorheen lopen, Wallowa. Dus dat was een goed adres. En het huisnummer noemde ik 13, het zogenaamde ongeluksgetal. Ja. Ik adresseerde de brief aan de familie Stros in Amsterdam. Is Stros was een oom van Rachel die met een niet-Joodse vrouw, tante Annie Kiesewetter, was getrouwd. Zij was Duitse van geboorte en in de terminologie van toen een Rijksdeutsche, zodat ik mocht aannemen dat zij nog aan de Nieuwegrijnse gracht woonde. Ten slotte had ik een postzegel nodig van de juiste waarde. Daar zorgde iemand uit het ghetto voor. Ik begon met het schrijven van de brief. Wat kon ik wel en wat moest ik er niet inzetten? Niet dat de tocht op 4 juli in Sobibor was geëindigd en dat na aankomst vrijwel iedereen was vergast. Nog dagen later of men kon begrijpen wat daarmee bedoeld zou zijn. Een brief met dergelijke inhoud zou de censuur nooit passeren, maar wel de geadresseerde in grote moeilijkheden kunnen brengen. Wat kon ik dan wel schrijven? Als ik had geweten dat mijn brief, zoals later bleek, ongeopend zijn bestemming had bereikt, en ik het ware verhaal zou hebben geschreven, dan zou dat in Nederland, als de inhoud verder bekend zou zijn geworden, misschien niet zonder gevolgen zijn gebleven. De weerstand zich tegen deportaties te verzetten zou, naar het zich laat aan indenken, aanmerkelijk zijn gestegen. Wellicht zou mijn brief met de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden voor diegenen die nog in Nederland waren, aanleiding zijn geweest zich tot het uiterste te verzetten of onder te duiken. Ik denk dat mijn naaste vrienden en die uit de jeugdbeweging alles gedaan zouden hebben zoveel mogelijk Joden die nog in Nederland waren van de ondergang te redden. De vraag hoeveel mensenlevens gespaard zouden zijn gebleven is hypothetisch. Het ware verhaal schreef ik immers niet. Om zo min mogelijk argwaan te wekken, besloot ik mij voor te doen als arbeider die een bericht naar zijn familie stuurt. Met meer keek es nog immer goed. Ich bin sehr neugierig, wie es geht mit Ab, Hella, Hermann, Rachel und ihre Eltern. Ist vielleicht was mit diesen Leuten passiert? Met deze zin probeerde ik aan te geven dat de familie uit elkaar was gevallen
en het onderlinge contact verloren was gegaan. Sie brauchen mir nicht zu schreiben, da ist vielleicht bald die große Verlofkehe. Hetgeen betekenen zou, schrijf niet terug, want het antwoord zal mij niet bereiken. Wenn Sie die Familie Schelvis sprechen, lässt sie denn von mir grüßen. Sie wissen, dass ich in mein eigenes Fach arbeite. Omdat ik van tevoren de datum van het posten niet wist, dateerde ik de brief juli 1943. Ik wachtte een gunstig moment af. Om zo dicht mogelijk in de nabijheid van de bus te komen, van de brievenbus, zorgde ik ervoor dat ik aan de rechter buitenkant liep en als het kon in de achterste rij. Dat was niet zo opvallend, omdat de mannen altijd achteraan liepen en de vrouwen de voorhoede vormden in de kolonne. Er mochten ook geen Polen in de buurt zijn die heibel konden maken of door de Duitse autoriteiten in te lichten. Verder was het zaak dat de Joodse politiemannen die ons begeleiden in verband met hun eigen veiligheid en die van de groep het niet in de gaten kregen. Na een aantal dagen was de kans op succes aanwezig. Een vriend van mij gaf een teken dat de kust veilig was. Met kloppend hart en knikkende knieën schoot ik de stoep op en stopte de brief in de bus. Voor zover we konden nagaan, had niemand iets gemerkt. En nu maar hopen dat de brief in Amsterdam zou aankomen. Achteraf is gebleken dat de brief kort daarop bij tante Annie en oom Is werd bezorgd. Hij was ongeopend langs de sensor gegaan. Tante Annie nam direct contact op met mijn ouders, die natuurlijk heel blij waren met het bericht. Ik had mij niet gerealiseerd dat de brief een verkeerde indruk zou kunnen achterlaten, omdat ik had geschreven dat ik in mijn eigen vak werkzaam was. Men had uit de brief kunnen afleiden dat wellicht alle gedeporteerde Joden in het oosten aan het werk waren en nog wel in hun eigen vak. De brief zou een van de weinige illegale berichten zijn die vanuit het generaal gouvernement Nederland hebben bereikt. Na de oorlog is vastgesteld dat er 219 berichten vanuit Sobibor in Nederland zijn ontvangen. Omdat de kaarten Vlodava, zoals Benny al net gezegd heeft, als afzender moest worden vermeld, wist toen de tijd niemand van het bestaan van Sobibor af. En nu komt het moment dat ik uit die mooie envelop een brief uit Sobibor van 19 juli 1943 laat me gaan van Jules Schelvis. Ik haal hem hier uit en ik verzoek Benny naast mij te komen staan. Ik heb hem netjes in zuurvrij papier gestoken, of plastic moet ik haast zeggen. En dit is dus de envelop met het censuurstempel, met de postzegel. En hier vind je de brief van twee kanten die ik geschreven heb. De brief is dus meer dan 70 jaar oud en mijn handtekening is nog precies gelijk aan de Hij is dus echt. Ik hoop dat hij een mooi plaatje krijgt. Ik heb dat wel. Holocaust Memorial Day, nu 3 jaar geleden, werd deze reizende tentoonstelling voor het eerst geopend in Kamp Westerbork. Sinds die tijd is de tentoonstelling blijven groeien. Aanstaande maandag is hier een presentatie met Rudy Cortissos, die vorig jaar nog brieven afstond waarvan u eentje hier ziet staan. De tentoonstelling is nu na 3 jaar aan een upgrade toe.
We zijn aan het onderzoeken of hij met andere materialen makkelijker vervoerbaar wordt en beter opzetbaar in alle soortige ruimtes, zoals scholen en bibliotheken. Wij zijn vanuit de Stichting Sobibor erg onder de indruk van de medewerking die er vanuit de gemeente Amstelveen was om dit voor elkaar te krijgen. Ik wil daarom behalve de burgemeester ook zijn mensen, in het bijzonder Loes Zwarts, hartelijk danken voor hun inzet en gastvrijheid. De slachtoffers van Sobibor en hun brieven zijn, als het ware, en zoveelste bewijs, tastbaar bewijs van hun bestaan, van hun leed, van hun leven. Met het u laten zien van deze brief, die 70 jaar, verklaar ik deze tentoonstelling hier in het raadhuis van Amstelveen onder dankzegging aan alle contribuanten, mevrouw Loes, de stichting, voor geopend. Ik heb daar...